Het ministerie van Openbare Werken is blij met het initiatief van burgers om zelf hun wegen te herstellen. Er zijn echte richtlijnen die gevolgd moeten worden. Minister Riyad Noor Mohammed van OW zegt dat het ministerie gratis deze adviezen geeft. De eisen die het ministerie stelt, moeten ervoor zorgen dat de weg niet slechter wordt wanneer de burgers er zelf aan werken. Als je stenen gebruikt van een slechte kwaliteit en auto's rijden erop, het gaat kapot, dan heb je eigenlijk weinig gedaan, toch? Of als je wil asfalteren, maar je gebruikt een heel lage laag bijvoorbeeld of een slechte kwaliteit, dan, en dat gaat kapot, heb je niets bereikt. Dus wij geven gratis, hoor, het is geen enkele voorwaarde, gratis de tips, zodat je daar wel aan houdt. Want als je eenmaal verkeer rijdt, dan wil je wel hebben dat het een beetje veilig is. Maar eigenlijk is er geen enkele beperking, om het zwart-wit zo te zeggen. Ook als je bestraat, als je je berm wil bestraten of wil verharden, daarvoor moet je wel vergunning hebben. Weet je waarom? Omdat je niet mag betoneren, want de kabels lopen daar. Dus dat zijn instructies die we geven, maar voor de rest ben je vrij. Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken. Hij sprak woensdag voor de raadsvergadering.